mens die alleen maar danst op muziek van anderen. Dat volgens mij. Zeker niet. Alles. Laat het overnemen. Jij moet de laatste oranje zijn. Ik wil niks met dat deel van mijn leven te maken hebben. Discussie gesloten. Ik weet het niet hoor. We betalen hier geen huur. Hier kan je een atelier maken. Dat wil je al zo lang. Vreemde dingen. Ik heb nu even het acteren een beetje op een lager pitje gezet. Want ik stop helemaal niet met acteren. Dat blijf ik gewoon heel leuk doen. Maar ik wilde even mijn eigen muziek 2 jaar de kans geven. Dus ik heb nu even het zwaartepunt veranderd. En ik maak mijn eigen nummers, schrijf ik, Engelstalig. En ik speel basgitaar en mijn producer drum. Het is electropunk, noem het zelf. Het is een beetje swingende muziek. En we hebben net een hele tour gedaan op de parade. En het was wel echt heel erg leuk om te doen. Wat zo leuk is aan theater is dat je direct respons krijgt van het publiek. En dat heb je bij film natuurlijk niet. Bij filmopnames dan heb je eigenlijk nul respons. Ja, film is ook weer te gek, omdat je dan heel klein mag spelen. Maar het leuke aan theater is dat je direct een reactie krijgt. Want het is zo leuk. Tenminste, als het goed gaat. Als het slecht gaat, is het natuurlijk verschrikkelijk. Maar dat was nu wel heel leuk te aanvoelen. Ja. Boris van Ham en ik hebben net de scène gespeeld uit Who's Afraid of Virginia Woolf. En dus waren er steeds per uur waren er 3 koppels die die scène speelden. En dat was echt geweldig was het om te doen. En Boris is natuurlijk politicus, maar hij heeft ook toneelacademie gedaan. En ik zat 1 jaar onder hem op de toneelschool. En hij is ook mijn buurman. En toen werd ik gevraagd hiervoor of ik deze scène wilde spelen met iemand. En toen dacht ik, het lijkt me zo leuk om dat met Boris te doen. En het ging eigenlijk supergoed. En we hebben heel veel gerepeteerd. En ja, het was echt ontzettend leuk. En het is natuurlijk echt een klassieker. Het is gewoon zo'n bekend stuk. Ik wil het helemaal niet, jongen! Ik dacht, jij bent nou echt zo iemand die even alles onder controle heeft. Ik heb alles onder controle! Nee, jij bent ziek! Weet jij wie hier ziek is? Weet jij wie hier ziek is? Ik zal jou zeggen wie hier ziek is, George! Jij denkt dat jij lekker bezig bent, hè? En je bang en je drank! Sta hier op het toneel! Jij zal het nog eens betreuren dat je destijds levend uit je auto bent gekomen. No! Ik denk dat het tegenwoordig sowieso minder taboe is dat je verschillende dingen uitprobeert. Vroeger was het veel meer, je was of theateracteur, of televisieacteur, of zangeres, of presentator. Vroeger had je veel meer hiërarchie en veel meer hokjes waar je in gestopt werd. En nu mag je dat veel meer combineren. Ook door de media en zo, dat ze veel toleranter zijn, dat denk ik. Ik vind combinaties heel erg leuk, maar ik merk ook dat het soms het ander teniet doet, snap je? Dus ik vind het leuk om nu een volle aandacht ergens aan te geven, niet alles een beetje half te doen.